Forte? Só tem um canto de Ja, ja, ja. Ah, ich muss ja fast nicht Ja, dus dat mondje keer open, we gaan de tanden checken. Ouvrir la bouche, on va controler les dents. Ouvre la. Onze zeehonden kunnen ook grommen zoals ze willen. Grenier, kom een fok. Zoals een zeeleeuw. Ja, wij komen in het tarief. Zeer goed, zeer goed. De oogjes checken. Controleer eens jullie. En intussen staat Lisbeth de zeehondjes eten te geven. We geven die apart eten, want anders gaan de zeeleeuwen met al te vis lopen. En dan gaan we naar de show. Lisbeth het dan. En dan duur, in het pas op. En hij ook. Goed checken, de flip is wat. Controlons les nageurs, c'est très important. Voilà, wat gebeurt er? Oh, wat een gelukszak zeg. De Milo krijgt een massage van Manu. Amai, een massage, kijk wie is die. Voor de knappe dames die graag eens een massage willen van Manu, zijn nummer is 0486 35 14 21. En natuurlijk. Kijk eens hoe mooi ze dat doen. Dames en heren, opgelet, attention, mesdames en messieurs. Hey. Mag rust een applaus geven, dames en heren, dank ze graag. Haaien en zeeleeuwen, dat zijn niet de beste vrienden. Zeeleeuwen hebben een grote haaienfobie, zo kan je het wel noemen. Nu, we hebben onze zeeleeuwen hier geleerd van een haai te imiteren, bij wijze van therapie. Les foquets, les sonnets, les pères, les amis. Les foquets, les En als de haai toch te dicht komt, dan slaat hij erop. Beetje waterballet. Consinolo. Nu, je krijgt na elke geslaagde opdracht, krijgt hij een lekker stukje vis. Twee, heel veel vis per dag. Het is warm, je gaat iets drinken. Nog wat waterkijkershows. Oelala. Santé Manu. Santé Milo. Maar nu toch? Allee jong, wat doe je nu toch niet, hè? Maar nu, qu'est-ce que tu fais là? Dat is niet toch... Gelukkig is Milo er om het goede voorbeeld te geven. Allee Milo, dan bon exemple, s'il vous plaît. Ja, dat vind ik zeker een applaus. Ik doe dit, man, nu. Bedankt Lisbeth, merci Lisbeth. Bedankt. En vandaag 3
33 jaar oud, moeder van 4. Nog steeds single, mensen die willen. Come on, Emil, you got it. Yes, you can. En daar komt Rocky nog eens. Hey, Rocky. Het is gelukt. Goed gedaan, Emil. Très bien, Emil. En terwijl maar de Rocky van het bad een jacuzzi. Hé, oké, met een jacuzzi. Hoppakee. Hoppa. Camilo, doe eens wat je kan. Goed, ik ga een beetje traag vandaag. Ayo, pluvint. Hoppa. Oei. En intussen heeft Rocky al zijn flesje in het water gehaald. Zeer goed. En nog een dansje. En dan nu. Oh, we gaan naar de video in de nu. Merci. In tussentijd maakt de Rocky zich klaar om zijn snelheid te demonstreren. Even naar Rocky. Demonstreren. Lavitus. En dan komt hier nog eens. Hoppa. Daar is Rocky. Of daar was Rocky. Kom maar, Rocky. Nu, Rocky, toont u eens hoe snel je kan aan. 45 km per uur is makkelijk voor deze jonge kerel. En dan is het de Rocky. Rocky, ik ben nu van Blankenberge naar OGV, de Otari Dolphitis. Kom maar, Rocky, dan kan sneller, hè. Allee, Rocky, vlugend. Hoppa. Goed gedaan. Zo, en is het ook tijd om afscheid te nemen van Rocky en Tiffany. Ook waar Rocky, ook waar Tiffany. Merci. Zo, dames en heren, dankjewel om te luisteren. En een poisson en een Nu, dames en heren, de schildpadden, wat zijn dat? Dat zijn reptielen. Wat wil dat zeggen? Dat zijn koudbloedige dieren. Die hebben de zon nodig om warmte op te halen en energie op te halen.